en welkom weer op mijn kanaal. Ik ben Ximena en vandaag heb ik dus weer een nieuwe video en daarom zie ik er misschien wel raar uit. Dat is namelijk weer eens een nieuwe make-up uittest video. Ik test dus vandaag weer een foundation uit, een concealer, een highlighter, een oogschaduwpalet en een blush en dus een nieuwe kwast van Boozy Shop. En laten we gewoon snel beginnen met deze video en doe een duimpje omhoog. Als je het een leuke video vindt en laat gewoon snel beginnen met deze video. En ben je dus nog niet geabonneerd op mijn kanaal, dan kan dat dus hier beneden op het rode abonneerknopje onder. En laten we gewoon snel beginnen met deze video. We beginnen eerst met een primer. En ik gebruik dus deze, de Catrice Prime Altifine Nude Glow Primer. Dit is echt mijn favoriete primer. Ik ga hem dus gewoon aanbrengen met mijn handen gewoon. Want dat doe ik altijd met een primer gewoon. Ik doe het gewoon met mijn vinger. Ik moet trouwens ook nog mijn spiegel pakken. Dus ik kijk misschien heel veel onder het schermpje nu van mijn camera. Maar het komt dus omdat ik moet mijn schermpje nog pakken. Ik heb dus mijn wenkbrauw dus al gedaan off camera. Ik weet niet of ik echt van mijn voorhoofd heb meegepakt. Daarom ziet het misschien echt het raarst uit dat je dus je wenkbrauw doet en dan niet je echt foundation. Maar dat komt dus omdat ik test dus vandaag ook weer nieuwe make-up uit. Gebruik ik dus een foundation en hier ben ik best wel een beetje bang voor. Want ik weet dus niet of deze foundation goed voor mijn huid is. Ik heb dus de W7 Very Vegan HD Foundation. Oftewel, dit is dus een vegan foundation. En volgens mij is deze niet op dieren getest. Dus dat is aan de ene kant wel goed. Want volgens mij Nederland mag volgens mij niet meer op dieren testen. Maar ik weet niet hoe dat zit. Dit is dus de foundation. Hij ziet er gewoon heel erg goed uit. Ik heb hem trouwens in de kleur Bare Buff. En hij zag gewoon op de site gewoon goed uit. Dus ik hoop dat deze een beetje goed is. En waarom ligt mijn lader hier nog? God mag het weten. Dus zo ziet hij er dus uit. Ik ga hem nu dus testen. Ik weet niet of dit een dupe is van iets, van een merk. Want dat weet ik dus niet. Ik ga hem nu gewoon even op mijn hand aanbrengen. Hij ziet er best wel licht uit. En hij ziet er ook best wel dik uit. Dus ik denk dat deze van deze niet best wel dekkend is. Oh, hij is echt heel erg licht. Volgens mij is hij iets te licht voor mijn huid. Maar ik hoop dat hij wel een beetje dekkend is. Want ik heb best wel een rood gezicht. En ik vind dat gewoon niet mooi als mijn huid nog helemaal... Hij voelt wel heel fijn aan trouwens. Deze foundation zit wel heel erg in de beauty blender, want kijk dan wat er gewoon op zit. En ik vind ook dat de foundation heel erg licht dekt. Ik vind het wel gewoon mooi eigenlijk. Gewoon, het lijkt net dat je gewoon niks op je gezicht hebt. Volgens mij de kleur is ook wel gewoon redelijk goed. Want ik weet niet of je het kan zien, want mijn nek is ook best wel... Ik ga wel een laagje extra aanbrengen op mijn gezicht. Op mijn wangen vooral. Want daar heb ik echt altijd heel erg snel rode wangen en zo. Dus dat ga ik nu wel eventjes doen. Shit. Dus hoe die eruit ziet. Ik vind hem best wel mooi uitzien. Hij is niet echt heel erg dekkend. Dat vind ik wel zo. Er staat trouwens ook op de verpakking dat je hem ook met je vingers kan aanbrengen. Ik ga hem wel eens een keer testen met een kwast om aan te brengen. Want hij neemt wel heel veel product op in mijn beauty blender. Of eigenlijk in mijn nep beauty blender. Want deze is ook van Boozy Shop. En het tweede product is dus een concealer. Wat ik dus ga uittesten van Makeup Revolution. Dit is een Makeup Revolution Conceal and Define Full Coverage Concealer en Contour. Ik heb hem dus in de kleur C1. Dus dat is de lichte kleur. Ik moet hem nog eenmaal uit de verpakking halen. Ik vind hem wel trouwens. Ik heb wel eventjes gekeken naar de milliliter. En dat vind ik wel... Dat Makeup Revolution er wel iets meer in mag doen, vind ik zelf. Want er zit dus... Wacht, even de verpakking afhalen. Er zit dus in deze concealer echt maar
4 milliliter. En ik denk als je deze dus elke dag gaat gebruiken, is dat hij wel heel snel leeg gaat. En trouwens, wat ook echt een heel leuk feitje is, is dat deze concealer dus een dupe is van Tarte Shape Tape. Maar ik ga hem dus ook even aanbrengen op mijn voorhoofd. Dat doe ik eigenlijk ook nooit op mijn kin. Even uitblenden. Een beetje een licht effect geeft het dan. Hier ook. Ik denk dat deze video wel lang wordt, maar ja, ik vind het wel leuk om dit te gaan testen. Ook op mijn oog. Ik denk dat het wel heel dekkend is, deze concealer. En dit... Ik weet niet of je het kan zien, maar echt, wow. Deze concealer dekt echt super goed. Ja, je ziet echt niet. Ja, hij dekt echt super goed. Ik vind wel dat, ja, ik moet het wel iets beter gaan uitblenden trouwens. Maar goed, dat is. Dus deze concealer is ook wel geslaagd. Ik hoop trouwens niet dat deze van foundation gaat oxideren, want ik heb wel eens een keer eerder een foundation van B7 getest. En die oxideerde echt heel erg naar oranje. Dus ik hoop niet dat deze het ook gaat doen. Maar volgens mij is die dus nog niet verkleurd. Op camera zie ik het dus ook niet. Ja. Dan ga ik dus het eventjes afpoeren. Ik gebruik trouwens gewoon dit palet van NYX ervoor. Even mijn kwast. En ik gebruik gewoon deze. Ik heb trouwens al mijn kwasten gisteren gewassen. Dus... daarom kan het zijn dat... oh, even kijken. Daarom kan het dus zijn dat het dus echt heel erg lijkt dat het gewoon schoon is. Dan test ik dus een nieuw product. En dan test ik dus een nieuw product uit. En dat is namelijk de Makeup Revolution Liquid Highlighter. En ik heb hem dus in de kleur Europic Gold. Ik hoop echt dat deze kleur goed is voor mijn huid. Want ik heb hem eigenlijk gekocht omdat ik vond de kleur gewoon echt super mooi uitzien. Trouwens, wat ook wel leuk is trouwens aan deze highlighter. Mijn mening over dit product. Het is echt een super mooi product op de huid. Alleen de verpakking is wel iets minder, vind ik. Omdat het is dus zo'n verpakking. En het is echt heel erg moeilijk om dus de juiste hoeveelheid dus op je gezicht aan te brengen. Dus dat vind ik wel. Het is wel echt een super mooi product. Het is ook weer, het is wel gewoon een kleur van mijn huid. Want ik ben dus echt heel erg wit. Maar het is, ja, het is gewoon een kleurtje van mijn huid. Dus dat is ook echt super leuk. Dan het volgende product. Ik test dus nu... oh, wacht. Test ik dus deze kwast uit van Boozy Shop. En dit is namelijk de Fanbrush 3500. En ik heb deze dus gratis gehad. En daarom is hij heel klein. En ik ga dus deze gebruiken om dus te gaan contouren. En ik gebruik dus weer het NYX Highlight en Contour Pro Palette. En ik gebruik dus deze kleur. En ik zie echt heel veel YouTubers gewoon deze kwast gebruiken. Dus ik ben benieuwd of ik hem ook zo fijn ga vinden. En dus gebruik ik hem allemaal voor de contouren. Ik heb trouwens ook mijn gezicht net afgepoederd. Ik ben er natuurlijk echt een andere kwast gewend dan dit. Maar ik vind het echt wel dat hij het heel mooi aanbrengt. Want normaal, als ik dus echt een normale kwast ga gebruiken... oh, wacht. Ik verblind jullie gewoon met de spiegel. Wow, ik vind wel dat dit wel een beetje moeilijk uitblendt. Maar goed, ik ga het dus nu ook gebruiken voor op mijn voorhoofd.
Oh, deze kast is echt heel fijn. Ik wou hem dus ook gaan, eerst gaan losbestellen. Maar toen had ik had dus al voor 30 euro besteld. Toen zag ik dus dat ik dus al voor 30 euro had besteld. En toen dacht ik van, hey, ik ga het gewoon... Oh, jezus, deze kleur is echt mooi. Ik bedoel, deze kast is ook echt heel mooi. Alleen kan ik niet contouren bij mijn neus, maar ik ga het wel gewoon proberen. Oké, daar zie ik wel een beetje te groot voor. Dan dus mijn eindoordeel van deze kwast. Ik vind hem echt heel erg fijn werken. Ik vind ook dat hij het gewoon echt super mooi aanbrengt. Ik heb trouwens wel even bronzer aangebracht. Ik heb dus deze kleur gebruikt uit dit NYX palet. Maar ik vind hem echt super fijn werken. Ik ga hem denk ik wel wat vaker gebruiken. Dan ja, ik heb eigenlijk nog nooit zo'n kwast gehad. Maar nu dus wel. Ik ben er echt super blij mee. Dus deze is ook echt weer geslaagd. Vind ik zelf. En trouwens, ik geef dus wel echt mijn eerlijke mening over deze producten en zo. Dus ik ga nu even blush aanbrengen. Ik heb dus ook weer een nieuwe blush. En deze is dus een deel van NARS Orgasm. En dat is dus een blush. Ik had hem net, of al wat, nee, Orgasm. Ik had hem net nog opgezocht. Dit is trouwens een blush. Hij is dus Rose Gold van Sleek. Ik ga hem even beter laten zien. Maar ik wil jullie niet over verblinden met die kleur. Ik ga hem dus even aanbrengen. Ik hoop niet dat hij echt te heftig is. Ik heb trouwens gisteren ook deze kwast gewassen, dus... En mijn gezicht is nu echt wel zo'n glansbom. Oh, het is echt mooi. Oh, maar ik vind wel dat ik iets te veel highlighter heb aangebracht als poeder. Want ik ga ook nog... Ik doe dus ook altijd, als ik dus liquid highlighter heb gebruikt, ga ik dus ook altijd gewoon nog verder met gewoon een poeder highlighter. Maar als ik dat nu ga aanbrengen, is het wel heel heftig. Maar goed. Het leukste van deze hele video is namelijk dit oogschaduwpalet van Makeup Revolution. Live on the Dance Floor Goose List, of hoe ik het moet zeggen, palet. En hij is ook groter dan het Flawless 4 palet. Ik heb nu 3 oogschaduwpaletten van Makeup Revolution. Hij ziet er zo uit. En dit palet is gewoon echt... Zo mijn smaak, want dit is dus warm. Gewoon echt heel veel warme kleuren heeft dit palet. En ik ga dus nu ook gewoon testen voor jullie. Het is ook super leuk. Ik gebruik dus als allereerste dus deze NYX Proof It waterproof eyeshadow primer. Ik ga hem dus gewoon aanbrengen op mijn oog. En ik heb dus ook voor mijn oogschaduwkwast dus ook echt alles schoongemaakt. Want echt al mijn kwasten waren dus helemaal vies. Gewoon niet fijn was het. Om te gaan gebruiken. Ga ik dus mijn oogschaduwbasis zetten. En ik vind wel dat er wel een iets lichtere kleur in mag zitten. Om die oogschaduwbasis te zetten. Omdat voor mij is die te donker. Maar ik ga hem gewoon gebruiken. Dat vat me in één keer op. Maar goed. Maar het is maar alleen om mijn oogschaduwbasis te zetten. Maar dan blijft je oogschaduw ook veel langer zitten. Gebruik ik dus deze lichte roze kleur. Als transitiekleur. En ik gebruik daar gewoon voor deze kwast van. Ik ga ze trouwens ook niet swatchen. Die kleuren. En ik ga ook trouwens laten zien hoe dus de make-up en zo blijft zitten heel de dag door. Ik wou dus eerst in mijn weekvlog stoppen. Maar dan zien jullie dit al veel vroeger. Want natuurlijk de weekvlog komt natuurlijk gewoon maandag. Ik doe woensdag online. En dan zien jullie dit al. Dus daarom ga ik het gewoon stoppen in deze video. Dan gebruik ik dus een iets donkere roze kleur. En dat is namelijk deze kleur hier. En dit, ik vind Makeup Revolution oogschaduwpaletten gewoon echt heel mooi. Ze zijn gewoon echt super gepigmenteerd. Ik vind wel met die Flawless 4 is wel iets moeilijker te blenden. Maar als je gewoon goede kwasten hebt, het maakt echt niet uit hoe duur ze zijn. Dan kan je ze gewoon gaan... blenden. Wow, die kleur is wel heel heftig. Ze zijn echt super gepigmenteerd, deze kleuren. En ik wou dit palet al kopen toen ik hem dus al zag op de Instagram van Makeup Revolution. Want dan zie je altijd van die hele mooie palettes. Oké, dan gebruik ik... Kijk, er zitten dus trouwens ook echt van die paarskleuren in. Dus dit is echt voor avond, denk ik. En dit is echt weer meer voor overdag. Oftewel dit ook, trouwens. Maar, ja, ik ga dus deze roze kleur ook gebruiken, want het is best wel warm deze look, dus waarom ook niet.
vind trouwens wel dat deze oogschaduw dus echt super makkelijk blenden. Gewoon, ja, je hoeft er niet zo heel veel te gaan doen. Dan gebruik ik dus deze kleur hier. Deze. En sorry trouwens voor mijn nagels, omdat ik weet het, ze zien er niet uit. Omdat ik moet echt al 3 weken of zo echt al mijn nagels gaan lakken. En elke keer vergeet ik het dus heel de tijd. Ik gebruik trouwens een real techniek kwast, als je het wel weet. Ik heb mijn kwast dus eventjes nat gemaakt, want ik vond het wel dat het ietsjes heftiger mocht, dit. Op de ooglid. Ik heb het trouwens nat gemaakt met... We hebben het dus nat gemaakt, mijn kwast dus met gewoon rozenwater, gewoon van de kruid, wat gewoon 2 euro is het gewoon echt heel goedkoop. Deze kwast van Bougie Shop. En ik wou dus deze kwast dus ook weer bestellen voor een winactie of zo. Dus laat even weten of jij dat leuk vindt. Maar dat komt wel pas over 3 maanden. Want ik ga dus eerst mijn camera kopen. En ik ga dus nu, dus hier zo, ga ik een beetje een andere kleur gebruiken. En ik gebruik daarvoor dus deze kleur. Deze. Ik denk dat ik weer mijn kwast ga wassen. Maar ik vind het helemaal niet erg, want ik vind het leuk om te doen dus. En ik breng het dus echt bij de outer V aan. Ik moet echt zonder plet dit. OMG. Oh, hij is wel heel heftig die kleur. Zo. Dus ook mijn onder, dus de ja, waterlijn onderrand, dit hier gedaan. Met dus deze kleur. Wacht, ik laat even een beetje zien. Deze en dus deze. Dus ook wat ik dus ook op mijn oog heb, zeg maar. Ik ga dus nu mijn mascara doen. Dat ga ik dus niet filmen. Dat ga ik gewoon af camera doen, maar dat is ook niet heel boeiend om dat te zien. Dan is mijn eindoordeel. En trouwens, ik heb dus deze lipstick op van NYX. Dit is dus Soft Matte Lip Cream in de kleur Zurich. En dan over naar mijn eindoordeel van al deze producten. Ik heb wel een beetje mijn mening gegeven in deze video. Maar ik ga het dus nog wel gewoon eventjes duidelijker maken. Als eerste dus de foundation. Dit is de W7 Fairy Vegan HD Foundation. Ik vind hem eigenlijk op zich wel gewoon goed. Het is vooral gewoon mijn kleur. Ik vind wel dat ik wel iets meer kan gaan contouren en zo. Maar dat ligt gewoon aan mezelf. Ik was trouwens wel vergeten om dus te gaan schudden. Ik weet niet of het uitmaakt. Maar ja, je hoort wel dat het... Ja. Ik vind deze foundation wel goed. Maar ik ga hem dus wel even een langere tijd dus gebruiken. Of ik hem fijn vind of niet. Dus dat is deze. Dan dus de concealer. Deze vind ik ook heel erg fijn. Dit is de Makeup Revolution Concealer Define Full Coverage Concealer en Contour. Ik vind alleen de verpakking echt wel dat er wel iets meer mag inzitten. Ja, het is natuurlijk een dupe van de Shape Tape. De Tarte Shape Tape. Dat snap ik wel. Dat er misschien zo weinig in zit. Hij is wel goedkoper dan die. Maar als je er hier maar een week mee doet of zo, dan is het wel iets duurder. Hè? Maar ik vind hem wel gewoon fijn om te gebruiken. Dan de highlighter, dus deze, de Makeup Revolution Liquid Highlighter in de kleur Liquid Europic Gold. Deze highlighter vond ik wel goed, alleen de verpakking vind ik wel dat er wel echt mag aan gewerkt worden. Het is dus een pipetje, zeg maar, als je hier op gaat drukken, dan komt er echt heel veel uit. Of ik deed het misschien iets te... Of ik bracht het verkeerd aan of zo, ik weet niet wat het was. Dus deze vind ik ook heel erg fijn. En deze ga ik dus ook langere tijd gewoon gebruiken in een video. Of gewoon op mezelf, weet ik veel. Dus dat is dus deze liquid concealer. Ik bedoel, dat is dus deze liquid highlighter. Dan het ene laatste, of nee, niet het ene laatste. Dat is namelijk de Sleek Makeup Blush. Deze blush vind ik ook heel erg mooi. Gewoon een mooie blush. Je ziet hem niet echt op mijn gezicht. Maar dat vind ik ook wel mooi, want ik heb wel heel veel make-up op nu. Blushjes, ook heel erg mooi. Ik weet niet wat ik hierover moet gaan zeggen. Het is gewoon een blush, gewoon een mooie blush. Ik vind alleen wel dat de verpakking wel een beetje klein is, maar dat maakt niet uit, want het is wel heel makkelijk om mee op reis te nemen. Dan dus de fanbrush van Bougie Shop zelf, of eigenlijk ja, Bougie Shop gewoon.
Basic was vind ik ook echt heel fijn. Je kan er gewoon super makkelijk mee gaan contouren en zo. Ook op je voorhoofd gewoon een super fijn formaat. Alleen op je neus is hij niet echt heel fijn, want het is wel een grote kast, zeg maar, om te gebruiken. Dus dat is dus deze fanbrush van Boosty Shop. Dan het laatste, en daar ben ik echt het blijst mee eigenlijk van deze hele video, is namelijk dit palet van Makeup Revolution. De Live on the Dance Floor Goose Lace palet. Dit palet is echt een heel... Ja, ik zal deze gewoon echt aanraden. Gewoon een super mooie look heb ik dus mee gemaakt. Ziet er zo uit. Ik zal het wel iets beter laten zien trouwens. Ik vind hem echt super mooi uitzien. Het is gewoon warme kleur. Dat is gewoon mijn... ik vind het gewoon mooi, weet je. Dus deze ook zeker een aanrader als je dus een heel goed oogscherp palet wilt. Dus dat. Ik ga dus nu ook in deze video dus ook laten zien hoe de make-up er op blijft zitten. Of goed op blijft zitten of niet. Dus dat zie je dus ook hierna. Ik heb dus net de video gefilmd. Het is nu 1:30 en zo ziet het er dus nu uit. Het ziet er gewoon goed uit. De oogschaduw ziet er mooi uit. Van deze ziet er mooi uit. Ik ga dus nu door de dag heen, gewoon elk om de 2 uurtjes, ga ik dus even een check-up doen. Wat er dus een verschil is gemaakt of niet. Dus dan kan je dat eventjes zien. En zo ziet het dus nu uit. Ik heb trouwens geen extra highlighter aangebracht met een poeder, zeg maar. Dus een poeder highlighter heb ik dus niet aangebracht. Dus alleen maar die van Makeup Revolution, wat ik dus in de video heb laten zien. Dus dat ziet er gewoon zo uit. Het is nu dus 11:00 en bijna 11:00 trouwens. En ik had dus om 12:30 had ik dus die video gefilmd. En het zit er dus nu dus 22:00 op. En dat is best wel lang voor een foundation. Eigenlijk, dat is altijd met een make-up product dat echt super lang op blijft zitten. Zo ziet het dus uit. Ik vind het wel gewoon mooi uitzien. Dus ik denk dat ik hem dus morgen ook dus weer ga gebruiken, die foundation. Dus dat, dus dit was mijn laatste check-up van de dag. Ik heb niet zo heel veel check-ups gedaan, maar dan ben ik heel de dag bezig en zo met check-ups. Dat is ook niet echt heel erg chill. Dus, Dan was dit de video alweer. En vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En ben je dus nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Dan kan dus hier beneden op het rode abonneerknopje onder. En ik zou het super tof vinden als je dat zou willen doen. En ik zie je snel weer bij mijn nieuwe video. Weer op een woensdag en zaterdag weer met een nieuwe video. Dus tot snel weer dus. Doei!